Het is 7:55 en dat betekent dat het tijd is voor de Game Changer! Yay! Ik ga weer even heel dreigend doen aan jullie. Oh jee. Okay. Ik ga jullie 2 dobbelstenen geven. Nee. Nee, hè. Dominique, jij krijgt de 2 roze. Ah. Oh, kut. Oh, ik ga niet meer terug. Eentje komt er nog een keer. Hoppatee. Oh. En jij de 2 paarse. Oh, kut. Die dobbelstenen vliegen door de studio heen hier. Oh ja. Oh, oh ja. Gelukkig zit er een lichtje in. Ja. Ja. Ze kunnen niet breken. Dat scheelt. Goed. Nee, back to business. Oké. Okay. Vorige week hadden we een heel leuk spel rondom de avondklok, wou ik zeggen. De zomertijd. Ja. En dat vond ik eigenlijk best wel een leuke opzet. Dus ik heb eigenlijk precies hetzelfde soort spel mee. Maar dan met een ander thema. Ja. Namelijk Pasen. Oh ja. Want de Pasen staat voor de deur. Vorige week hebben we een spel gespeeld. Even trouwens kort wat de bedoeling is. Jullie gaan om en om dobbelen met de dobbelstenen. Er komt dan een getal uit. En ik heb hier een lijst met vragen onder nummer. En dan pakken we de vraag die onder dat nummer zit. En die moet je beantwoorden om en om. Onder tijdsdruk, als de tijd is voorbij is, kijken we wie de meeste punten heeft die heeft gewonnen. Okay. En het gaat over Pasen? Het gaat over Pasen in het algemeen. Oh, wat vervelend. Was vorige week hebben we dat gedaan op de muziek. De instrumentale versie van Madonna's 4 Minutes. Want dat ging ook over tijd, zomertijd, bla bla bla. Nu moeten ze dus een paasnummer hebben. Nou, in de popmuziek zijn heel weinig paasnummers te vinden. Ja. Maar er is er eentje ooit uitgebracht. En dat is deze Pasen precies 10 jaar geleden. Door de dame die op mijn t-shirt staat. Lady Gaga. Lady Gaga. Ah. Die bracht 10 jaar geleden het nummer Judas uit. Oh ja. En dat heeft haar de woede van heel veel christenen op de hals gehaald. Dat ze dat vlak voor de paasdagen uitbracht. En in de videoclip speelde ze Maria Magdalena die Judas verleidt. Oh, nou, dat kon echt niet. Nee. Maar goed, aanstootgevend. Precies. Ja. Maar het werkte wel. Daarvan heb ik dus de instrumentale versie gepakt van Judas. Die gaan we zo meteen instarten. Als die ingestart is, dan begint de quiz. En als je de zoomer hoort, als het nummer is afgelopen, dan zijn we klaar. Okay. Dan gaan we kijken wie de meeste vragen goed heeft beantwoord. Oké. Okay. Heel benieuwd hoe jullie het gaan doen. Ik denk dat Miguel gaat winnen. Ik weet het niet, Dominique, niet zeggen. Okay. Dat is heel veel druk voor mij. Oké. Okay. Goed. We gaan de tune starten van de Game Changer. En daarna gaan we meteen van start. Ja. De Him for the Weekend Game Changer. 5, 4, 3, 2, 1. Dominique, jij mag van start. 8, had ik gegooid. Oh, 8. Moet wel de vraag erbij pakken natuurlijk. Ja. Eten we met Pasen een lange of een korte ei? Wat? Ja. Lange of een korte ei? Een korte ei. Ja, tuurlijk. Miguel. 10. Dat is een hele flauwe vraag trouwens. Ja. 10. Hoe heet de zegen die de paus op de eerste paasdag uitspreekt? Is geen multiple choice. Nee, deze niet. Nee, ik weet het niet. De zegen. De Urbi et Orbi. Ah, ja, weet ik nou, veel. Hey. Vraag je haar korte ei of een lange ei? Oké, nummer 3. Voorafgaand aan Pasen heb je onder meer Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Maar hoe heet de zaterdag? Nou? Ja. Hemelvaart. Stille zaterdag is het vandaag. What the fuck? Je hebt goede vrij of witte donderdag, goede vrijdag, een stille zaterdag. Een zwarte zaterdag. Toute zaterdag. Ja. 3. Oh, wacht even, ik moet heel even iets bij me. Nummer 3. Waar of niet waar? Eieren verstoppen heeft een oorsprong te maken met de vruchtbaarheid van akkers. Nee. Wel waar. Oké. Okay. Helaas geen punt. Nou, dat punten. Is raar. Nou, Dominique, okay, gooi. Oké, 12. 12, oh jee. Waar of niet waar? Eens in de 6 jaar valt Pasen al in februari. Dat is onzin. Dat is inderdaad onzin. Het vroegste is eind maart. Oké. Okay. Miguel. 8. 8. Er bestaat ook een eiland dat Paaseiland heet. Bij welk land hoort het eiland? Is dat Mexico, India of Chili? Chili. Dat is goed. Wauw. 1 puntje voor jou. Dominique. 4. 4. Waar of niet waar? Tijdens Pasen vieren we de kruising van Jezus. Waar? Nee, het is niet waar. Dan weer de opstanding vieren we. De kruising is op Goede Vrijdag. 7. Okay. 7. Hoeveel eieren is volgens het versje een paasei? Hè? Hoeveel eieren is volgens het versje een paasei? 4. Nee, 3. 1 ei is geen ei. 2 ei is een half ei. Ja. En 3 ei is een paasei. Oh ja. Ik weet het weer. 10. Aan het begin van welke eeuw is de paashaas ontstaan? Is dat 16e, 18e of 20e eeuw? 18e. Nee, 16e. Nee. Okay. 9. Nummertje 9. Wie schreef het muziekstuk De Matthäus Passion?
Bach. Ja, dat is goed. Nou, Dominique. Wow. 7. 7. Waar of niet waar? De stand van de maan bepaalt op welke datum het Pasen is. Dat is waar. Dat is zeker waar. Miguel. 7. 7. Kunnen Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen? Nee. Nee. Pinksteren is de 7e zondag na Pasen. Oh, Dominique. Even kijken. 9. Nummertje 9. Hoe heet de tijd tussen carnaval en Pasen? Vaste. Vaste tijd, ja, goed zo. 7. 7. Waar of niet waar? Tweede Paasdag is ontstaan omdat christenen niet mogen reizen op een zondag. Niet waar. Wel waar. Oh, hè? Ja. Wat een onzin. Eerste Paasdag mocht ze niet reizen, dus tweede Paasdag is in het leven geroepen, zodat ze dan terug kunnen naar huis of zo. Dominique. 4. 4. Een soort avondklok. Ja. Dominique, hoe hoog was het grootste chocolade-ei ter wereld? Je mag er 5 meter vanaf zitten. 80 meter. Nee, 19,6. Oh. 4. Jammer. 4. Welke dag is het altijd 40 dagen na Pasen? 40 dagen na Pasen? Weet ik niet. Geen idee. Hemelvaart. Hemelvaart. Dominique. Ja. Niet meer fout voor zeggen. Nee. Even kijken. Oh. Oh. Oh! Is dat even een shoot-out vraag? Dat was, ja, ja, mag. Zullen ja, we doen? Okay. Ja, doe maar. Ja. 8, hè? Ja. Hoe vaak hebben we een witte Pasen gehad? Oftewel Pasen met sneeuw. Is dat 10 keer, 5 keer of nooit? Vanaf wanneer? Sinds het begin van de metingen van het weer. En vanaf wanneer was dat precies? 1900. Zeg het maar, Dominique. Weet jij weet het. Afgelopen ruim 100 jaar. Was dat 10 keer, 5 keer of nooit? 5. Ik zeg 5. Ik zeg nooit. Ja, dan heb jij het goed. Shit. Ja, heb ik het al. Oh. Maar dat is dan wel een sure vraag. En daarmee is het de gelijke stand. 4-4. Nou, oké. Okay. Maar wie had er anders gewonnen dan? Anders had Dominique gewonnen natuurlijk. Nou, dan zie je maar weer waar het goed voor is. Net als vorige week. Ja, maar deze week zijn geen cadeautjes. Dus ja. Nee. Weet je, en aan de andere kant Pasen, of het nou sneeuw ligt of niet. Ja. Of het nou warm is of koud. Katy Perry is altijd. Goed. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.